Ik wil ze zien binnenkomen, gehoord ze horen. Avec une gueule comme ça, les Flamands de la banlieue de la province. Tu es nu waar, Baconfoy? Si, si, Verestenhove, pas de chauffage aujourd'hui. Brussel biedt ons weer een warm onthaal, Baconfoy, het is weer typisch. Brussel kan niet voor alles instaan, hein, Verestenhove, het is veel te klein, 19 gehuchten, wat is dat nu? Voor een état bruxellois. Als je het mij vraagt, hè, is het nog te veel. Als je zo doorgaat, dan komt er oorlog van. Une guerre civile. Het is het goede moment. Al jullie kanonnen staan vastgevroren. We zullen ze wel klein krijgen zonder oorlog. Frans spreken, c'est plus efficient que faire la guerre. Oh, het is niet waar, Bacon. Pas de chauffage aujourd'hui. En is dat binnen ook zo? Mais oui. Zouden nu niet doodvallen. Ja, en het is 20 graden onder nul buiten, hè? Ja, want ik kan dat zien op de thermometer van mijn Adelbertje, want die had een hele goede thermometer, hè? En die hangt die op aan ons slaapkamervenster. Ja, jongen. Ja, maar aan de buitenkant is, ja. Ja, jongen, we kennen dat verhaal. Ja, zeg, weet je wat hij deze morgen zei, joh? Pas uit hem, ik ga krummeltjes leggen voor de vogeltjes op de vensterbank. Waar staat de reuzel? De reuzel. Ah, wel ja, maar dat is vet, hè? Ja, want een vogel die heeft vetstoffen nodig, hè? Want met krummeltjes alleen zijn die niks, hè? Zeg, mannen, maar we zullen best onze frak aanhouden, zeker vandaag. Ja, we houden alles aan, hè? Als je het mij vraagt, met een beetje geluk zit er een dag congé in. Wat kunnen we thuis gaan doen midden in een dag? Van thuis heb ik niet gesproken, hè, Jean. Ah. Chez Nanette, hè, Jean, bijvoorbeeld. Nanette? Ah ja, die met zo'n boezem en met een tipstung. Wat zullen die hier drinken vandaag? Ogen open en oren dicht, hè, zo. Allee, mannen in de plaats van iets blaten zijn van iets een extra dagje wat wraken kunnen uitbrengen. Ja, en die stulpen met dat was? We zouden strijk kunnen doen, zo. En knoppen aannaaien en zo, hè. Zeg al wel. Zit ik hier met alles aan, hè, jong. Ah ja, want de chauffage is kapot, hè. Dat is hier om te bevriezen. En in de trein was het om te stikken. Ja, dat is waar. Zeg, is de mazoet op? Ik hoop het. Goedemorgen allemaal. Zeg, was het op het toilet ook onder nul, verrasten over? Ik weet het niet, Jean. Ik heb er maar vanaf gezien. Ik heb het niet gedurfd. Ja. Krijgen we een dag congé, verrasten over? Geduld, Baconfoy is aan het telefoneren. Amai, zeg, zo'n gazet lezen met je handschoenen aan, dat is niet alles, hè. Wiese mannen, hier staat het, zeg. Dat het een koude golf betreft die wel tot en met kerstmis zou kunnen duren. Een maand congé dan. Goedemorgen. Maar ziet ze hier nu toch eens allemaal zitten. Maar wat zouden we nu willen per se? Het is er juist een ijskelder. Ik kom niet overdraven, hè, Jean. En Bonaventure ook al? Je gaat me toch niet zeggen dat jij geen kou voelt? Nee, ik heb geen kou. Ik ken dat niet, kou. Ik heb nooit kou. Ja, dan is er biologisch met jou iets niet in orde. De grootvader was een Eskimo. Ja, zijn bloed zal warmer zijn dan dat van ons, hè. Ja, dat is waar, Jean. Ik ben warmbloedig. Ja, Angèle niet. Oh, nee. Die heeft altijd kou. Ja, kou voeten. Ja. Filemon roept ze dan, waar steken uw voeten, dat ik de manen kan warmen. Ja, ik heb ook warme voeten. Oh, gij slaapt dan nog bijeen, meneer Percé. Maar Betty, het toch, Betty? Zoals het hoort, hè, ja. Betty. Dat is toch normaal? Hé, is dat nu een reden om zo goed gezien te zijn? Ah, ze heeft misschien graag kou, hè? Gelukkig maar, Jean, want het is vorige vrijdag geweldig tegengevallen voor haar. Hè? Ah ja? Ja, die man van het huwelijksbureau. Ja, ja. Maar hij is toch gekomen? Ja, het was beter geweest van niet. Ah, was het zo erg? Oh. Zo'n kleine. Oh, ja. Zo'n kleine. Zo'n kleine baviaan. Oh. 1,45 meter. Ja. Verkoper in een viswinkel. Hij praatte ook als een vis. Ja. Een dom en arrogant. Ze was er niet goed van, zeker? Nee, maar zeg maar. Maar direct op, hè. Ja. Het is er toch al over zo te zien, hè? Ja, ze zat er anders diep in, hè. In de put bedoel ik. Ja. Nou, wel, dat mesken hij nou toch al een tegenslag. Het is voor kompassen met de kraan. Zal ik haar eens met mijn oudste broer in contact brengen? Die zoekt iemand. Oh, ja, hij komt juist uit de gevangenis en hij staat zo'n beetje alleen in het leven. Maar een heel goed karakter, heel goed. Zeg, Gilbert, en waarvoor heeft hij gezeten? Roofmoord of zoiets. Ik heb dat zo goed niet gevolgd. Oh, het
verrast ons niet meer. We maken het iedere winter mee. Dag allemaal. Dag meneer Ramase. Ik zal het maar ineens zeggen allemaal. Dan zijn we ook allemaal gerust. Oh, maar we weten het. Ah? Allee, allemaal mag jij natuurlijk om... Omdat we ook gaan met jou leven, hè. Dat is lief, jongen. Om te beginnen, Betty. Excuseer, Betty, dat ik je vriend heb. Ja, maar dat was mijn broer, hè. Was dat je broer? Maar ik heb het hem uitgelegd, ze. En dan is die jongen gekomen, nietwaar, Filemon? Die kleine aap uit de viswinkel. Ik kom al te laat, ik zie het. Ja. Nu krijg ik het toch kous. Ja, ik zal mijn overjas maar... nietwaar, ja. En nu kunnen jullie lachen, hè? Nee, dat zullen we wel lachen. Ja, het is te koud. Wat gaat er gebeuren? Monsieur, de loodgieter schijnt op weg hier naartoe. Er is dus hoop dat het vandaag nog gerepareerd is. Is het hier alleen? Ja, alleen deze kant van de blok, maar van onder tot boven. Ja. Ja, nu maar afwachten, nietwaar? Jazeker. Ah, meneer de directeur is er al. Oh, die zal je een keel horen opzetten. Zeker. Ja, hij voelt nog niks, zeg. Dat is een aasbaar, zeker? Ja. Ja. Vol. Wat is dit, die stalking? Noem de Judas hier precies de maatschappij. Pas de chauffage aujourd'hui. Non. Ja. We hebben weer eens tegenslag. Onze dag congé hangt eraan. Zie, mannetjes, wat is hier allemaal aan de gang? Van onder tot boven, maar alleen deze kant van het gebouw. Oh, bij u ook? Ja, bij mij ook. En bij mij ook. Ja, allee, dan heb ik het spek om mijn been, hè. Oh. Mijn dag congé is er aan, hè. Ja, oh. Ja, ik wil nog allemaal naar huis mogen gaan en ik ga hier moeten blijven, hè. Ja. Tenzij we. Heb je een radiator? Ja, dat is natuurlijk een oplossing, hè. Gewoon dichtdraaien. Allee, wat denkt u? Nee, man. Dus nee, dat gaat hem nu. Dan komt straks de loodgieter. Die zegt dan, dag meneer, hij gereclameerd. Ja, zei meneer, dan meneer, hij gereclameerd. Die draait dan even aan die kraan. Die ziet dat er niks aan mankeert. En die bezien me dan met zo'n blik van... Hey, nee, mannetjes, de loodgieter, dat gaat niet. Oh, ja, meneer wil niet van een stoemerik daar gaan, hè? Ah, oh, nee, jongen, meneer wil inderdaad niet van een stoemerik daar gaan, niet hoor. Dat moet ik begraven. Oh. Wij willen een taske goeie warme nielen, nielen, nielen te koffen. Oh. Maar zeg, ik verstand het niet. Ik verstand geen woord van wat hij gezegd. Een minuutje. Mannekes, alsjeblieft, zwaar naar eens een moment. Ik verstand geen woord van wat hij hiermee zegt. Ja, wat zeg je? Dat nog wat kan duren. Ja, tap hier, hoe lang? Ja. Wat, zo lang? Allee, Hans, doe de beste. Ja, oké. Mannekes, het is een kwestie van uren, nietwaar? Geen prettige vooruitzichten. Nee, tegen wie zegt het? Ja, maar dat is nou al een tweede keer dat je op een bureau druppelt. Oh, excuseer, directeur. Ja, excuseer. Als je niet kunt drinken zonder te druppelen, doe dan een stapje achteruit. Ja, maar excuseer u, mijn directeur. Ach, doe maar, je toch niet de ziekte van Livingstone, zeker? Livingstone? Ja. Ja, een klein beetje kleurenblind, maar Livingstone. Ja. Zeg, en excuseer u, mij. Dat is goed. Oh, pardon, hè. Oh, excuseer. Verrast over, gozieten, dan heb je dat niet voor. Ik heb al gezeten en toen zijn ze hier allemaal gepasseerd met een kop koffie in de hand. Doodsangsten heb ik doorstaan. Ja, pas op, Betty. Ja, ik moet koffie. Nu die weer. Oppassen, hè. Voilà. Passé, maar Betty. Ik wil u niet decourageren, maar meneer Timpont die sprak door van uren. Maar ik heb al eens geweten van een hele dag, hè. En van nog meer. Een week, hè? Ik weet van een week. In 1953, een nieuwe week. En niet mogen er roos van, hè? Alsjeblieft. Zeg, kan jij nu daar niet blijven staan, jij? Nee, ik sta liever naar Jean de Pisser. Die probeert altijd aan in mijn billen te nijpen. Oh, dat is nu waar. Ja, dat is wel zo. Ik heb dat al gezien. Ja. Ik ook. Maar ik heb ook gezien dat hij een stam tegen zijn schenen heeft gekregen. Oh, dat is ook niet waar, hè?
zeg. Ja, ze toch niet verneffen in ieder geval. Ja, ik heb ook gezeten. Wilde jij soms hier staan, Mireille, hè? Naast Jean? Ja. Nee, nee, Betty, dank u wel. Dank u wel. En waarom zou ik niet naar Jean de Pester mogen staan? Oh, maar je hebt toch gehoord wat hij doet? Kom hier, Mireille, komt je bij mij staan. Nee, je moet je van mij. Zeg, is dat ontrouw, meneer, per se? Nee, jongen, dat gaat niet, nietwaar. Dat kan niet, hè, vermits we geen verhouding hebben. En dat wil ik nu toch eens benadrukken, hè, nu we hier allemaal in samen zijn. En dat gebeurt niet te vaak, nietwaar? Nee, toch niet op mijn bureau, hè? Nee, zeker niet. Ik wil het eens benadrukken, hè, dat er niets is. Alleen maar een zeer grote vriendschap, nietwaar? Op het hogere niveau van de menselijke verhoudingen. Oh, dat zou dan zoveel zijn, zeker, hè? Ja. Maar dan hoe geworden dat ze er allemaal voor gebruiken, hè? Ja, dat gaat zo bij de elite. Ja, de Vlaamse elite. Denk je? Allee, wie met nog een koffieke of een koek? Pas op! In godsnaam moeten we allemaal de eerste zijn. Horde. Moeten we ook zo per dag vragen, hè? Ik zou een keer nog heren wat blijven zijn. Op plaats van toch al zitten bevriezen in mijn keuken. Oh, ik heb met die en een tander op mijn nek gehad, hè. Hoe krijg ik dat hier nou allemaal boten alleen? Laat ons naar huis gaan. Ja. Dat wordt van uw grond beslist, Fanny. Het is maar dat Nanette zit te wachten. Ja, Nanette. Nanette, ja. Met zo'n boze, met een piepstemmetje. Gaan we hier beginnen. Mogen we nou nog voor een zat kaffe gaan of niet? Ja, één voor één. Eén voor één. Zeg, jongen. Ja, hier zit ik, zit hier. Ga eerst. Dank u wel. Ja, meneer, ja. Zwarte? Ja, zwarte. Jean! Maar ik doe niks per se. Ja, kom, alstublieft, hè. Alstublieft, hè. Oh, ja. Ja, zeg, mannetjes, nou is het gedaan, hè. Nou is het afgelopen met de crash. Inpakken en wegwezen. In godsnaam. Zeg, mannetjes, ik heb een goed karakter, hè. Maar mijn zenuwen kunnen dan niet meer de baas, hè. Een rood allemaal, hè. Ja, ik weet niet wat we kunnen doen, mannen, op deze moment. Ja. Ik bel mijn syndicaat op, dat doe ik. Arbeiden in onmenselijke omstandigheden, dat is een zaak voor het syndicaat. Nog geen nieuws, Baconfois? S'il vous plaît. Nog geen nieuws, vraag ik. De loodgieter heeft de zaak onderzocht, is een geval voor de elektricien, schijnt het. En die is op weg hier naartoe. Als je vertrekt zonder toelating, verliest je een dag van uw wedden. Die kan ik missen. En twee ook. En drie ook. Ga maar. Straks ben ik toch weg, goed geweten. Ga rondgaan met mijn kas, hè, mannen. Je weet, we staan al een wijk achter, hè. Ja, dus voor twee wijken in inzet deze keer. Mijn handen zijn verkleumd, die kan je geld vasthouden. Wondersu, is opengebroken zijn en al het geld is rood. Is het slot is kapot, hè. En lijken, hier. Wie kan dat nu gedaan hebben? Al wel 10 jaar ben ik de kassier van deze zwarte kassen. En dat is de allereerste keer dat gebeurde. Is een deven in onze. Ik zeg toch niks? Hoeveel was er in, jongen? We lezen me nu verrast. Nou, van Ede gaat de boekhouding. Voilà. Hier ze, de 9e oktober, 900 frank. De 10e oktober, 950 frank. En zo gaat dat duurzen tot de 14e november, 1200 frank. 26e november, 0 frank, 0 centimen. Ja, maar daar ben ik nou toch niet goof van, zijn mannen. Ben je wel zeker, jongen? Maar dat is zeker, dat me niet verrast. Dat kunnen we toch zelf zien. Hier is het slot is kapot. Ja, maar je hebt er toch zelf weer geen nieuwe hoed van gekocht, hè? Hela, dat was iets anders. Hè. Dat is geen eerlijkere mens als ik op de wereld, hè. Toen met die affaire van die noten, dan heb ik er geld uitgenomen. Maar dat was met getogen ogen. Dat waren toch getogen bij je, de bank van jongen geplunderd door gangstersbende. Dieven nog niet bij de lurven gevat. Bij de lurven gevat noemen ze dat, hè. Lurven. Is er iemand die weet wat dat is, lurven? Ja, weet iemand wat een lurf is? Er is iets van een olifant, geloof ik. Dat is een slurf, Fanny. Dat is een slurf, dat is waar, hoor. Van Dalen zegt, hè, een lurf dat zou een kraag zijn. Iemand bij de kraag vatten.
Lurf is plezant. Ja, ja, ik vat ze ook veel liever met dat lurf. Hè. Lurf of geen lurf, daarmee is ons kas niet weer gevuld, nietwaar? Oh, ik ben ervan gepakt, hè, mannen. De ju, toch. Hè. Waarom moet dat toch maar bij jou voorkomen, hè? Wie? Wie heeft dat gedaan? Gaan we mij niet bezien allemaal? Wil je nou iets weten? Ik ben bestolen. Bestolen? En wat hebben ze gepikt? Een volle doos chocolade. Verdwenen nooit mijn keuken. Fut, zomer. En je hebt geen idee wie... Ik denk dat je niet ver moet zoeken. Niet ver? Ik heb zware vermoedens. Zware. Ja, dan moet je spreken. Heel zware. Maar spreek dan. Ik heb zo'n gedacht dat je niet ver moet gaan zoeken. Die schone meneer die bij mij reuze ligt over mijn winkel in de zangen. Ikke? Maar ik ben zelf bestolen. Zeg, dat is durven van die madame. Dat is een smerige beschuldiging. Dat is een aantuiging. En ze zal die insinuatie terugtrekken. Jongen, niet zelf bestolen, madame Arabelle. Zijn kas is leeg. Ja, leeg. En wat wil je daarmee zeggen, madame? Zelf stelen, nee, en dan er nog een oog even als diefstal. Ik heb dat meer geweten. Zee, maar dat is toch straf, hè? Dat is nou nog niet genoeg dat ze mij had overgeschreven met mijn winkelse. Nou, wil ze me nog gaan beschuldigen van eigen diefstalse, van eigen bezit, van twee diefstalse. Waar wilde de beschaamdheid? De onbeschaamdheid, jongen. Verrasteloos. Ja, en ik had hier herstelling, nou, hè? Ja. Heb je bewijzen, madame Arabelle? Ik heb het toch gezien wat ik heb, hè? Ja? Zwaar vermoedens. Dat volstaat niet. Zee. Ik vind dat schandalig wat die madame durft uit haar botten slaan tegen jongen. Ziet hem hier nu staan beven, zie. Hij is er tart van in. Oh, Betteken, ik zou er kunnen mee schrijven, meske. Oh, ik ken de jongen. En ik ken zijn bureau van binnen en van buiten. Daar zit uw chocolat niet in. Kijk maar, kijk, hier, zie. Oh, hij zal dan natuurlijk hier naar niet komen wegsteken, hè. Ik denk dat hij al lang op is. Zijn Adelbert zal wel... Ja, Gilbert, jongen, doet er nog maar schepke baas. Is een beetje zink ik in de grond, zeg. Ik geloof het niet, hè. Alhoewel... Het zou kunnen, maar... Nee, ik geloof het niet. Ik geloof niet dat de schuldige één van ons is. Ik zou er mijn hand niet voor in het vuur durven steken, per se. Nee, Fanny, ik wil het niet geloven, nietwaar? Ik geloof het niet. Maar als de dief één van ons is... Mm-hmm. Wel, dat hij er dan nu recht voor uitkomt. Nu. Jean, alstublieft, dit is een ernstige zaak, hè? Nou, kom, ik tel in alle stilte tot 10, nietwaar? Tien. Oef, ik heb me kunnen inhouden. Nee, Fanny. We geloven u niet. We weten dat je vele slechte kwaliteiten hebt, maar een dief, dat ben je niet. Merci. Ja, dat weet ik niet. Allee, kom. Je ziet wel, hè? Niemand van onze gemeenschap, hè? Ik had het wel gedacht. 8 onschuldigen. 2 afwezigen. Ja, het is zwaar, hè, Filemon. Je hebt ons verdacht, dan moet je iedereen verdenken. Ja, maar de directeur... En de Brusselaar? Ja, dat kan. Ja, de Brusselaar. Goed, ja, goed. Dat kan heel goed. Ja, kom ja, dat ben ik. 5 of 10 frank, waar moet ik erin steken? 1200 frank. Nee, jongen. Hilaar, de kas is gestolen. En ik vraag u op de man af. En je mag het niet als een belediging beschouwen, nietwaar? Ik vraag u, en als je het niet gedaan hebt, dan is het ook goed. Je moet niet liegen. Het is niet omdat je gestolen hebt dat je nog moet gaan liegen ook, nietwaar? Ik vraag u, ja, er zijn maar 2 mogelijkheden, hè? En dit is een ernstige zaak waar eerlijkheid geboden is, nietwaar? Ik vraag u, heb jij het gedaan? Een Brusselaar pakt van een arme kloot van een Vlaming niks af. En grondgebied. Je weet weer van niets, hè? Ja, maar een chocolade, Frans, is dat van die niet gestolen? Nee. Heb je die chocolade soms ook niet gegapt? Meneer Verrastenhoven, een Brusselaar weet wat dat van hem is en wat dat niet van hem is. Ik wou dat het waar was. En ik heb niks gestolen. Geen geld, geen chocolade en geen grondgebied. En opstoppingen in de gangen zijn verboden door het reglement van de veiligheid. En ik eis de toepassing van het reglement. Allez, dégagez! Dégagez, sinon! Maar Hilaire, ben je nu eerlijk geweest? Dégagez, per se! Hilaire, ik heb enkel gevraagd... Dégagez! Kom, hij wordt woest. Nee, je gaat niet voorgaan. Ik wil er vanaf zijn. Als jij voorgaat en je gaat tot bekentenissen over, dan moet ik niet meer ondervraagd worden. En dat zou ik voor geen 1200 frank willen missen. Ze denken allemaal dat ik het gedaan heb, hè?
Allemaal. Dan zullen ze allemaal op hun knieën vergiffenis komen vragen. Kruipen zullen ze voor mij. Dat is goed. Met er vanaf, mannen. Is hem streng, Betty? Hij heeft mij gefolterd. De volgende getuige, Gilbertus Fanny. Ben jij ooit de laatste 14 dagen... Halt, halt. Moet ik eerst een eet niet afleggen? Nee, Fanny. Ja, maar ik dacht maar... Ben jij ooit alleen in het kantoor gebleven? Dat is gebeurd. Lang genoeg om een slot open te breken? Laat me eens nadenken. Neem ze maar in handen. Dat zou je wel willen, hè, Verrastenhoven. Meneer Verrastenhoven, Fanny. Dat is hier een officieuze ondervraging. Waarom zou ik dat willen? Daar staan mijn vingerafdrukken erop, hè. Je vingerafdrukken? De vingerafdrukken, hè. Toen we dat met Annie niet op gedacht hebben, hè. Want de vingerafdrukken moeten nemen, hè. Ja, maar jongen heeft gelijk. Ja, meneer Verrastenhoven, 1 en 1 is 2, hè. 1, de vingerafdrukken van de bedienaar van de kas. Dat zijn ik. 2, de vingerafdrukken van de Dave. Ah, ja. Tenzij hij zo slim geweest is van ze af te wegen nadien. Oh, nee. Zo slim is de Denis, hè. Dat denk ik ook niet. Zeg, maar dan moeten ze er nog op staan. Verrasten over de toren toe. Maar ik zou geen woord zeggen waar dat de jonge boys te leven komt. Verschrikkelijk intolerable. Oh, dan moet daar eens een verjas heeft hij even wat komen. En toge, par een volksje, niet kunt je te voorstellen. Moet daar eens zijn. Als hij nog een socialist was. Ik ben onschuldig, Bacon. In vrijheid gesteld. De beschuldigde Hilaire Baconfoy. Geef hem het op zijn broodje, Bacon. Niet aan de deurluster gooien. Dief. Ik zeg geen woord in de presentie van de heer Dox. Dat is straf, hè? Ik doe mijn mond niet open. Nou ben ik de aanklager, de burgerlijke partij en de deurwaarder in 1 persoon. Hè. Waarom zou ik geen animeuge baas? Geen woord. Ja, ga nu maar, Dox. Mag ik zijn een aanklager in persoon? Ja, in belang van de zaak, jongen. Baconfoy. Oui, monsieur le juge d'instruction. In het Nederlands, Baconfoy. En ik stel hier de vragen. Hè. Eerste vraag. Jij bent de enige Baconfoy die vaak alleen is op de verdiepingen. En alle kans heeft om in een ogenblik van zwakte een diefstal te plegen. Tweede vraag. Je hebt een vrouw en 2 kinderen. 3. Ja, 3. Derde vrouw. Je zal het wel niet erg breed hebben. Dat is juist. 4e vrouw. Zit je momenteel in geldnood? Ja, geef ik toe. Ja. Je zou een extraatje dus best kunnen gebruiken. Ja. 1200 frank, daar kan je al een en ander mee kopen, hè? Een en ander, ja, zeker, ja. Wat bijvoorbeeld? Een stukje niergevoel. Ah. Voor u, meneer Verrastenhoven, dan ga maar door verdenken van diefstal. Ik zou beschaamd zijn in uw plaats. Ik verdenk niemand en iedereen. Nog maar in de eerste plaats, hè? In feite mij alleen en al de anderen mee u. We halen ze het recht. Wij trachten alleen maar uit te vinden... Omdat ik de armste ben hier, omdat ik maar de bodem ben, omdat ik het minste verdien op heel de verdieping. Heeft er niks mee te maken. Ik ben hier al altijd het zwarte schaap geweest. Ik moet het nu ook maar zijn. De zondenbok. Ik doe enkel mijn plicht, Bacon. Dat kunnen wij. Het was een opdracht. Wow, stel je aan als een paljas, als een mouwveger. Beledig me niet, Bacon. Ik zoek enkel opheldering. Heb je gestolen of niet? Ik ben veel te fier om op die vraag te antwoorden. Kort en goed. Ja of nee? Geen ja. Geen nee. Het komt toch uit, Bacon. Je vingerafdrukken staan op die doos. En die van A ook. Meneer Verrastenhoven, gij denkt dat ik u nooit heb kunnen uitstaan omdat we altijd ruzie maken over de politiek. Hm? Je hebt me nooit kunnen uitstaan. Maar van allemaal had ik nog het meeste sympathie voor u. Dat is de waarheid. Ik weet niet waarom, maar het is zo. Ja? Maar gaat me niet moeten verdenken van diefstal. De sympathie is klein geworden, heel klein. Dat spijt me dan. Nou, die verdenking Verrastenhoven, dat doet pijn. Weet je dat? Ik verdenk u niet. Zoveel als al de anderen. De anderen ook niet. Nee? Nee. Kan ik nu gaan? Ja, je mag gaan. Je zult een echte dief nooit vinden. Ik hoop het.
Bacon, die motocyclettenhelm die dat je over Leiwijk gekocht hebt, hoeveel heb je die betaald? 1200 frank. Zie je dit? Zie je dit? Ik ben er nog niks aan over. Proficiat, Miramage. Dank je. Eindelijk, nietwaar? Ja. En al twee keer met haar maat geweest. Mm-hmm. Gisteren en eergisteren. Je laat er geen gras over groeien. Waarom zou ik nog? Zo jammer. Twee keer is toch wat kort om al zo zeker te zijn, nietwaar? We hebben veel gepraat. Hein? Het is toch geen avonturier? Nee, hij is technisch ingenieur. Goh, maar dat betekent niet, nietwaar? Nee, nee, maar hij is geen avonturier. Ik heb eens een burgerlijk ingenieur gekend en die... Laat dat maar aan mij over. Waakzaamheid maar aan, baasje. Ik zou niet willen dat je ongelukkig wordt. Ik kijk wel uit. Hoe... Guido. Guido. Mm-hmm. En al twee keer raad geweest. Mm-hmm. Ja, hoor. Zomaar gewoon raad, of... Wat bedoel je? Ja, je kent dan wel, kusjes en zo. Mm. Hetgeen wij nog nooit gedaan hebben. Mm. Ja, als het zover komt, zal me toch wat om mijn paan doen. Mm. Ga je vanavond weer met de maat? Nee, hij moest op reis voor de firma. Ah. En morgen? Morgen wel. Zal me maar uit je leven terugtrekken. Oh. Jawel, dat wil ik doen. Niet in de weg staan. We zien wel. Ja. Dag. Dag, Moeda. Technisch ingenieur. Ja. Is niet slecht. Dat had ook een straatkeder kunnen zijn, hè? Is het zover, hè? Ja. Angèle? Het is uw Filemon, hè? Ja, Angèle. Ja, ja, ik zal wel later thuis zijn. Ik moet hier blijven voor een onderzoek. Ja. Een diefstal. Ja. Ja, ik moet dat doen, Angèle. Ik ben de chef, hè? Ja, ja. Nee, de secretaresse is al weg, ja. Nee, het is niet de secretaresse dat ik moet onderzoeken. Hoe durf je zoiets uitspreken? Ja, een uurtje of zo, misschien iets langer. Ja. Ja, eet je patatjes maar op. Zet daar maar pien op. Nee, nee, niet met de patatjes. Om te weten van de koude golf, hè. Ja, allee. Dag, Angelke. Ja. Wat? Wat?
scheten, Bakko, op het hoofd van meneer Adelbert. Niet scheten. Het is nou toch al genoeg dat je een deef zijn, dan moet je toch geen moordenaar willen worden, ook niet. Nee, niet scheten, alsjeblieft, mijn zin. Ah! Bakko, jongen, je zit in slechte papieren, hè? Ik weet het, meneer Dox. Als dat in de hogere directie komt, die revolveraffaire? Het was een alarmpistool. Hier ligt het bewijs. Scheten op collega's. A betrekking van Bode die laat in de weg schaam. Als ze er boven alles in mijn nadeel uitleggen. Dan ligt de gaboter, jong. Allee, wat kwam je hier nou doen? Wat kwam de ga hier doen? Had een deef betrappen, ze. Ik ook. Ja, ga je ook. Maar ga je het geschoten, hè? Met een alarmpistool. Weet je wat je moet doen, hè? Je moet een keer met per se gaan klappen. Als Raïne ooit die pekels onder kan uithalen, dan is hem het, hè. Ja? Ja, dat zei ik dat. En dan moet je nog volledig de waarheid klappen, hè. Allee, dat je nou gestolen hebt, hè. Wat nog, hè. Dus het lag op uw hart. Ja, het lag op mijn hart dat iedereen me zat te verdenken. En toen dacht ik, de diefstal moet gebeuren. Na de uren. Ja, dat dacht ik ook. Ja, ik heb er eerst met Alice over gesproken. Je dis, Alice, ma chère, je suis tombé dans une mauvaise situation. Ja, uw vrouw is Franstalig, hè? Nog steeds geen enkel woordje Vlaams? Nee, dat is hier ook niet nodig. In Brussel, alleen. Nee. Ja, enfin. En toen is ze beginnen wenen dat wij altijd voor het ongeluk geboren zijn. En dat heeft mij gepakt. Ja, zeker. En ze heeft ook nog gezegd dat komt alleen omdat wij thuis Frans spreken en jullie hier Vlaams. Racisme. Ze beschuldigen ons eigenlijk van racisme. Ja, maar meer reden, meneer Percé, meer reden. En toen zei ik ga terug naar het bureau. En als een dief komt, hou ik hem aan. Maar als ik me moet verdedigen, dan trek ik een revolver. Ja. En dat was het dan? Ge gelooft me niet. Ja, wel, Hilaar, ik geloof u, zeker. Allee, dan zijn er nog goede Vlamingen ook dan. Ja, zeker. Oh. Dat is niet waar. Klein kind. En nu komt het, hè. Op het ogenblik dat Hilaire Baconfois in de duisternis geconfronteerd werd met drie sinistere figuren. Op handen en voeten kruipende achter bureaus en beschotten. Kunnen we hem niet kwalijk nemen dat hij het noorden verloren heeft en in staat van wettige zelfverdediging. Ja. Een schot heeft gelost uit een alarmpistool. Al de personen die op dat ogenblik aanwezig waren, kunnen verdacht worden een tweede diefstal te hebben willen plegen. Logica. Ja, meneer Verastenhoven heeft gelijk, nietwaar? Ik behoor ook tot de mogelijke verdachte, nietwaar? Logica. De doeve pot gaat het ingaan, ja. Ja, de geleerden van hun bureau gaan ruilen eerst met bijzighouders. Dan ben ik niet van de slimste, hè. Maar je gaat het nog zien gebeuren. Nooit of nooit zullen we te weten komen wie dat de daders zijn. Hè. Dus de dove pot ermee, hè. Ja. Als madameke Bert wilt wachten aan het loket, hè, dan zal meneer Van Eeuw... Wil madame misschien een koffertje, hè? Een koffertje? Meneer directeur-generaal, excuseer, maar wij zitten hier met een... Laat maar, meneer Percé, ik ben u een uitleg verschuldigd. Wel, wat gebeurt hier allemaal?
Oh, die kijk. Deze vrouw, beste mensen, zoals u ziet, is oud en ziek. Het is namelijk mijn moeder. Ja, ja, kom. Laat het nou voor deze keer maar eens rustig staan, hè? Ja, ja, kom, laat het maar staan. Ja, ja, zeg. Ze heeft zo haar vaste plaatsen waar ze... Enfin, u ziet wel wat, hè? Ja, een ziekte, niet waar? Juist, geheugenverlies, verkalking en zo. Anders altijd een beste menske geweest, weet u. Maar tegenwoordig gaat ze zo hier en daar wat inpikken. En dat brengt ze dan bij mij. Ze denkt dat ik straatarm ben en dat ik tot over mijn kop in de miserie zit. Is dat voor mij? Moet ik het opeten? Ja, dat is goed, dan kan ik het wel opeten. Kom. En er komt niet. Maar ik denk ineens aan iets. Vorige week heeft ze me 1200 frank gebracht. Kwamen die misschien ook uit uw... Ja, ja, ik zal ik maar ja zeggen, zeker. Wel, ja, dat is ons zwarte kas, hè. U verstaat dat wel, meneer, ja, ja, de directeur-generaal. Wel, sta me dan toe uw restitutie te doen, alsjeblieft. Oh, maar 2000 franken, dat is veel te veel, ja, meneer de directeur. Kom, ik heb er nog nooit wat in gestoken. Oh, allee, ja, dat is ook waar, hè. Maar, allee, bedankt, hè. En merci, dank u wel, merci. Kom maar. Meneer Percé, u zou me een groot genoegen kunnen doen. Kijk, mijn moeder komt maar eens per week buiten. Mocht ze hier toevallig nog eens komen opdagen... Oh, ik begrijp. Als ze hier dan zo een beetje zou mogen... Ja, ja, een beetje... Dank u wel. U zou me daar werkelijk een heel groot genoegen mee doen. We zullen haar met open armen en schuif ontvangen. Dank u. Kom maar, kom. Ja. Kom. Ik neem haar dan altijd mee naar een restaurant, ziet u? Ze wil me graag zien eten. Ja, de opers kennen haar natuurlijk. Ja, nog eens beste dank, hè? Ja, smakelijk. Dank u wel. Nu zie je het wel, nietwaar? Wij met onze verdachtmakingen onder elkaar. Ah, ja. Huh? En Bacon Foy ook gaan. Dag, vriendelijke collega.